Grote controleactie in Den Haag-Zuidwest. Drugs, wapens, misstanden in winkels en bedrijven. Bij een grote controle en handhavingsactie in Den Haag zijn drugsproblemen, wapens, onverklaarbaar vermogen en misstanden in winkels en bedrijven geconstateerd. De actie werd gehouden in Den Haag-Zuidwest en op de bedrijventerreinen Zichtenburg, Kerkentuinen en Dekkershoek. De actie werd gehouden door de politie, brandweer, belastingdienst en andere instanties. Bewoners hebben om handhaving gevraagd. Ook burgemeester Van Zanen was aanwezig. Volgens hem was het nodig om de veiligheid te verbeteren en misstanden aan te pakken. De focus was speciaal gericht op wijk- en bouwlust en vrederust. In totaal werden tientallen woningen, bedrijven, voertuigen en personen gecontroleerd. Tegen misstanden werd opgetreden. Er werden mensen met een belastingschuld aangepakt en in het supermarkt werden 2500 illegale sigaretten gevonden en een wapen. Ook werden woningen aangepakt waar te veel mensen tegelijk woonden of veel mensen stonden ingeschreven die er niet woonden. Een drugspand is gesloten. De gemeente wil vaker dit soort grote acties organiseren.